Met een roerij. Denk maar altijd een roeren met een gatje. En zo zien we het heel vaak, zien we dat in Nederland. Dat men een roerij maakt in een pannetje, een beetje boter en met een gatje wordt er heel snel geroerd. Dat kan in een steelpannetje, kan in een koekenpannetje, maakt niet uit. Maar de enige en echte originele manier is met een spatel. Dus dat laat ik u zo zien. Wat gaat er gebeuren? In dit pannetje krijg je heel licht een stolling van je eiwitten. En eigenlijk weer op dezelfde manier als bij de omelet. Dus dat die bij veel blijft, dat die mooi sappig blijft, zeg maar, heel lekker. Dan doe je het op deze manier. Ik zal het je zo laten zien. Een beetje boter weer in de pan. Zorg dat je je spateltje bij de hand houdt. En ook weer heel langzaam, zonder te kleuren, je boter door de pan heen en walsen. Niet te heet weer, dat die gewoon mooi blank blijft. Eigenlijk is het begin precies hetzelfde als wat je doet met de omelet. Alleen nu ga je met je spateltje, forceer je als het ware, iedere keer een stolling of een stremming van je eiwitten. En dat is het. En dit is een roerij zoals een roerij behoort te zijn. Als je deze bereiding doet met een gatje, heeft het als groot nadeel dat je allemaal hele kleine stukjes maakt. Dus je verklein je oppervlakte, waardoor de omelet, de roerij eigenlijk heel erg korrelig wordt en daardoor ook weer snel droog. En op deze manier heb je dus dezelfde buffet. Je ziet de glans van de eieren, zie je er gewoon in. En als je als garnituur een beetje spek, een worstje, wat aardappelen, gegrilde tomaat bij doet, heb je een fantastisch ontbijt hiermee.